Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag ben ik hier met een nieuwe gek op jou, aflevering 37. We hebben hier Mark tegen M-E-Y-E. M-E-Y-E. Laten we kijken. Ik wil jou het liefst voor altijd. Zie je me in de hoofd. Hoe kan ik al 50 afleveringen van gemaakt hebben en nog steeds dit intro niet weet? Wat is dit voor triest iets? Is van mij. Yeah. Oh. Yo, what's up? We zijn helemaal boven in Nederland in het plaatje Winsum. En hier woont Mark. Mark is een leuke, vlotte jongen die later banketbakker wil worden. Oh, wat hij leuk. Heeft heel wat meegemaakt in zijn leven, maar is nog nooit verliefd geweest. Wat heeft Mark allemaal meegemaakt? Ik vind het zielig voor Mark. Mensen, oh, ik vergeet het helemaal. Ja, je krijgt een steek en dat komt omdat ik geen geld verdien op dit moment. Au, 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 au. Ik doe vrijwilligerswerk op dit moment. Jullie kijken deze video en allemaal lachen, lachen. Allemaal lachen. En ik? Huilen. Ik huilen. Jullie allemaal. Ik huilen. Ik verdien niks deze video's. Want de NPO. Graai. We krijgen allemaal belastinggeld. En nog maar graai. Nou goed, dat valt eigenlijk allemaal wel mee. Alleen deze video's, zij pakken al het geld. Ik niks. Abonneer op mijn kanaal. Het is gratis. En je helpt mij. Let's go. I love you, I love you. Op mij. Murray. Mark en Murray. Toen ik mij voor het eerst zag. Mij? Nee. Murray. Dacht ik meteen, dit is mijn waar. Ze is leuk, lief, aardig en knap. Als ik totaal geen ervaring heeft met de liefde, weet hij al maanden niet hoe hij het moet aanpakken met mij. Nee, ik heb echt geen flauw idee. Oh, hij heeft geen flauw idee hoe je het moet aanpakken. Gehad, maar ik ben nog nooit echt verliefd geweest. Hij is nog nooit. Oh. Wat een poepie dit, joh. Ik vind het een schattige gast. Ik zit er alleen maar op school. Oh. En ik zou daar graag vaker willen zien. Nou, dat vind ik hartstikke. Ik vind Mark een topper. Shout-out naar Mark. Maar of de liefde wederzijds is, dat weet Mark niet. Via een vriend van hem en een vriendin van haar is het nieuws wel terechtgekomen bij mij. Maar de reactie, die heeft hij nog steeds niet. Nee, ik word helemaal zenuwachtig. Oh. Want ze weet het nu waarschijnlijk wel. Oh, ze weet het al, maar dat is pijnlijk. Oh, dat is heel pijnlijk. Ze weet het, maar hij heeft het niet gezegd. Dus iemand anders heeft gezegd. That's not so nice. Vind je hem een beetje lijken op... Nou goed. Ze doet niet stommer, maar ook niet leuker. Tja, dat is misschien gek, maar misschien ook wel een goed teken. Want als mij en Mark stom zou vinden, zou ze waarschijnlijk helemaal niet meer leuk doen. Toch? Ik weet het niet. Je weet natuurlijk niet precies wat het vriendinnetje tegen haar gezegd heeft. Misschien was ze wel zo positief, hè? Dat weet je niet, Mark. Zou ik dan zeggen, ja, hartstikke leuk. Ah, ik hoop echt dat hij mijn verkering vraagt. Zou best kunnen. Ik denk het ook niet, maar het zou wel kunnen. Ik heb wel heel wat meegemaakt in je leven. Ja, dat klopt. Oh. Ik ben als 8 maanden oud babytje uit huis geplaatst in een pleeggezin. Omdat mijn ouders niet goed voor me konden zorgen. Oh, Markie. Ze waren verslaafd aan drank en ze... Oh. En ik had astma, maar ze rookte heel veel. Oh, dat is niks. Arme Mark. Ik doe een SO naar Mark, man. Hey Mark, ik had ook astma vroeger. Nu heb ik er nooit meer last van, dus het gaat wel weg. Maar dit is wel sneu, man. Je hebt wel een vette 4 in je haar geschoren. Heb je dat zelf gedaan? Ik ben de enige uit de familie die niet verstandelijk beperkt is. Oh. Dus wil jij het ook heel anders gaan aanpakken? Ja. En je begint dus... Ik vind het altijd sneu. Heb je een foto van mij? Ja. Mij? Je bedoelt... Mij! Deze. Ja, mensen, jullie denken van Koen, wat een kwaliteit. Ik kan niet zien wie het is. Jongens, ik heb precies hetzelfde. Het is 240p max. Dit is er. Ze heeft volgens mij iets wits aan, maar het zou ook zwart kunnen zijn. Hoe zit het nou eigenlijk precies met dat ze het waarschijnlijk wel weet? Ja. Nou, ik had tegen een vriend verteld. En die vriend zei dat hij het tegen de vriendin van mij had verteld. Toen zei hij dat de vriendin van mij het tegen mij had verteld. En dat ze schrok. Schrok? Want ze zo blij was. Hoop ik. Wil toch... banketbakken worden? Ja, dat klopt. Kan je er wat van of ben je een koekenbakker? Dat we die kans natuurlijk moeten vergroten en samen wat koekjes moeten gaan maken. Luister, als jij echt een f***ing lekkere taart maakt voor Murray, dan weet ik dat zij dat echt helemaal lekker vindt. U dacht dat ik mooi ging zeggen? Ja, ik had je echt helemaal tuk. Hij is verliefd sinds het moment dat hij je zag. Ja, tovert in zijn gezicht en lach. Hij dacht gelijk, dit is de ware voor mij. Maar inmiddels zijn er nu alweer wat maanden voorbij. Ja toch, dat is het. Ja toch. Wat wil je er nog meer in? Dat ik haar heel erg mooi vind, vooral haar haren en haar lach. Muffins zijn echt smerig trouwens. Goed, misschien ligt het aan mij. Droge muffins. Muffins. Je haren en je lach. God allemachtig, het mooiste wat hij zag. Toch? Ja. Wat een vette hartje en daarnaast een fidget spinner. En als ze nou ja zegt, wat wil je dan met haar gaan doen? Dan zou ik wel naar de bioscoop willen. Oh, bioscoop, origineel. Ik wil echt één tip geven van homie to homie. Kijk, vrouwen houden wel van een man die bescheiden is, maar jij moet natuurlijk wel. Als jullie straks voor het eerst naar de bioscoop gaan, is zij natuurlijk ook verlegen. Dus dan moet jij wel gewoon, hè,
Wil je zoete of zoute popcorn? Weet je? Nee, je bent een man. Je zegt, we nemen fucking zoute popcorn. En je luistert maar naar wat ik zeg. Dat willen ze. Daar woont ze. Als het goed is, is ze thuis. Ik ga mijn stinkende best voor je doen. Doe even je stinkende best, yes, sir. Ah. Oh. Goedenavond. Goedenavond. Ik kom van Meijer. Meijer? Die ken ik niet. Ik ken alleen... Meijer. Ik ben op zoek naar Meijer. Ja? Ja. Jij bent Meijer. One day or another. Wat gebeurt hier? We zijn meisjes. Ik ben Jesse. En jij bent Meijer die helemaal buiten adem is. Lieve Meijer. Ja. Als jij nou even stil bent en luistert, kom je tot rust. En dan vertel ik je waarom ik hier ben. Je zei over waar ben ik nou weer beland, jongen? Er is namelijk iemand die gek op jou is. Oh nee. Oh nee. Ik ga niet eens meer te veel verklappen. Luister naar mijn rap. Dan weet je wellicht van wie het is. Zij is helemaal van de kaart. Zij weet het niet meer. Zij is helemaal weg. Oh, ze moet er ook even naast zitten. Even beeld uit. Ja. Triest. Triest. Hij is verliefd sinds het moment dat hij je zag. Yeah. Ja, tovertjes zijn gezicht, een mooie lach. Yeah. Hij dacht gelijk, dit is de ware voor mij. Oh. Maar inmiddels zijn er nu alweer wat maanden voorbij. Yeah. Gaat graag naar school, omdat jij daar dan ook bent. Oh, hij is er even door. Maar dan is jouw vent. Hij vindt je prachtig, je haren en je lach. Oh. God allemachtig, het mooiste wat hij zag. Yeah. Je bent zijn eerste liefde, dat vindt hij zo mooi. Oeh. Wil jij zijn girl zijn, dan is ze jouw boy. Yeah. Hij weet niet hoe hij dit moet vertellen. Moet hij je mailen? Moet hij je bellen? Oh, dat is een goede hint. Mailen, bellen. Want de M van mailen, eerste letters daarvan. Ja, M-A. Als we even kijken naar de naam. Mark. M-A. En bellen. Kan met een telefoon. En Mark heeft die. Dat was hem. Ik heb geen flauw idee. Zij wel iets in de rap. Maar wat is zij extra? School. Dat hij graag naar school gaat. Omdat hij jou vaak ziet. Daar zitten we allemaal op. Is in ieder geval iemand van school. Daar kunnen we niet meer omheen. Nee, daar kunnen we niet omheen. Ja. Of zijn er gewoon zoveel jongens verliefd op jou? Ja. Dat weet ik niet. Wat ik wel weet. Maar zij trekt het helemaal niet. Zij is het helemaal gestoord geworden. Is dat er buiten iemand op jou aan het wachten is? Oh. En die heeft overigens ook wat lekkers voor je meegenomen. Oh, wat lekkers meegenomen. Niks mis mee. Hij is net zo zenuwachtig als dat jij nu bent. Dus ik zou zeggen, trek je jas aan, kom met me mee naar buiten. Dan weet je wie het is. Oké. Let's go. Oh. Nee. Dit is de grote, nou ja, gaat iets kleiner dan jou, maar dit is de man om wie het gaat. Oh, kijk, dan staan met zijn cake. Dit is toch aandoenlijk. En ze gaat zeker nee zeggen trouwens. Mark wil jou allereerst zijn zelfgebakken. Oh, dit wordt zo'n harde nee. Ik heb hier echt geen zin in. Muffins aanbieden? Of cakejes? Die mag je wel aannemen. Dankjewel. Zie je dat? Vol met hartjes en sterretjes en de maan en alles wat maar bij de liefde hoort. Ja. En hij wil super graag met je naar de bioscoop. Maar wat Mark eigenlijk wil... Dit is verkeer. Is... verkering. Maar zij lijkt echt 10 jaar oud. Is daarop je antwoord? Nee, ik wil niet horen. Ik kan het niet aan. Oh, ik kan het echt niet aan. Nee, sorry. Nee. Willen jullie wel gewoon vrienden blijven? Ja hoor. Want je vindt Mark wel gewoon een lieve gozer, toch? Nou ja, wij wisten dat we natuurlijk ook gewoon een nee konden krijgen. Dus... Hij denkt echt van, luister, wat jij mij nu flikt hier op de televisie. Nee. Dat is een beetje balen. Ja. We gaan even rustig wat drinken. Even verwerken dit. Ja, ik vind hem heel aardig. Oh. Maar, en ik vind het ook heel stoer dat hij dit heeft gedaan. Ja, heel stoer. Want hij is op school heel verlegen. Maar ja, ik ben niet verliefd op hem. Nou ja, dat kan. Dat kan. Dat kan gewoon gebeuren, ja. Onthoud alsjeblieft één ding. Ja. Je komt misschien wel heel verlegen over, maar je durft wel. En dat is misschien iets wat je vandaag... Ja, en je bent gewoon een lieve gast, jongen. Dus shout naar jou, man. Gaan we daarop proosten? Ja. Santé! Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Helaas, geen dikke vette ja vandaag. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik zeg, abonneer op mijn kanaal. Ik zeg de groeten. Ik zeg, doei. Ik zeg, mooi! Ik draai. Mijn leven net een film. Leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen. Kijk eens hoe ik draai. Mijn leven net een film. Mijn leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen.